Beste kijkers van Movenoten, deze video is al lang achterhaald. Nu naar deze opname werd meer bekend. Toch omdat wij denken dat er toch misschien nuttige informatie in zit, plaatsen wij de video toch. Speciaal voor jullie, onze fans. En ook omdat wij ons zelf heel leuk vinden. Goedjes, kleine Movenoten. Morgennoten. En Creno. En volgers van Creno. Welkom bij mijn kanaal. Ik ben hier met Creno, want Creno heeft iets gezien. Mm-hmm. Wat heb je gezien? Nou, ik zat een beetje op Instagram te kijken. En dan had de regisseur van Wiesemol had daar een fotootje op geplaatst. En had iemand onder gereageerd van... hij had in een podcast had hij iets gezegd over een puntje van het stoelmoment. Ja. Of dat een puntje van het stoelmoment al geweest was. Ja. Dat was nog niet geweest, zei hij vorige week. Ik heb afgelopen aflevering niet echt op het puntje van het stoel gezeten. Ik ook niet. Ik heb me vooral geïrriteerd. Dus moet dat puntje van het stoelmoment nog komen? Maar wat zou dat puntje van het stoelmoment kunnen zijn? Nou, we hadden het net voor we hier gaan begonnen al over gehad een beetje. Aan deze video voor begonnen hebben we het even besproken. Ja, klopt. Moeilijk dit weer. Nee, ten eerste wat jij dus zei, er zouden dus twee kandidaten kunnen afvallen. Ja, ik denk dat dat wel een puntje van het stoelmoment is. Dat ze zeggen van, er valt niet één, maar er vallen er twee af. Nou, ik vind dat net, ik weet het niet. Het zou wel echt ineens, what the fuck is deze zijn, maar... Ik weet het niet. Ik denk dat er iets anders gaat zijn. Maar ik weet niet wel. Want ik denk ook wat ik nog dacht is van... Wat nou als er nog eens ontiegelijk veel geld uit de pot kan worden gehaald? Ja, nou konden wij, jij zei al, afgelopen aflevering ook. Dus maar het zou nog altijd kunnen, hè? Dat, je weet het niet. Nee. Want ik vind toch ook het al... Het kan natuurlijk zijn, maar ik vraag me af dat het een puntje van stoelmoment gaat zijn... Als ze weer een opdracht doen met bijvoorbeeld... Een veiling of iets waar heel veel geld uit de pot gespeeld kan worden. De pot is niet heel erg hoog, hè? Ja, in vergelijking met wat ze hebben kunnen verdienen is het niet heel erg hoog. Waarom? Ja, of ze gaan dus wel wat ze elk jaar doen, dat kandidaten zouden de mol kunnen zien. Daar kunnen ze een keus toe maken. En dat er dan op een of andere manier heel duidelijk uit te halen is voor de moloten wie de mol is. Maar ja, dan zou dus ook al met die leader kunnen. Ja, we hebben het nou over het puntje van het stoelmoment. Ja, nee, maar ja, ik bedoel van, ze zouden het er al met de leader uit kunnen halen. Ik bedoel, wat we al ja, zeiden. Ja, dus of dat een puntje van het stoelmoment is, weten wie de mol is. Ik vraag me af wat jullie denken. Wat zou jullie echt op het puntje van je stoel gaan zitten? Wat brengt jullie nou echt op het puntje van jullie stoel? Precies. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik denk dat het meerdere dingen kan zijn. En we kunnen echt nog 100 andere dingen opnoemen. Maar ik vond dit vonden we wel interessant om even te benoemen in een video dat dit in een podcast is benoemd. Want ik denk dat dit wel een heel belangrijk iets kan zijn richting de mol. Dat we hier rekening mee moeten gaan houden. Ik weet niet of dat per se richting de mol. Het is gewoon een puntje van het stoelmoment, hè? Dus er hoeft niet per se. Kan ook zijn dat bijvoorbeeld een kandidaat bijna te pletten valt of zo. Ja, dat weer in, zoals een aantal jaar geleden. Maar dan hadden we het wel geweten, maar ik bedoel, het kan best zijn dat het zoiets. Ja, ja, ja. Dat je echt zit van. Oh, wat gebeurt er? Ja. Ik denk dat we gewoon moeten kijken. Laat in ieder geval in de reacties achter wat jullie denken, wat dat moment kan zijn. Daarnaast hebben wij ook een video gemaakt. Een tweedelige video. Over onze bevindingen over aflevering 6. Ja, deel 1 is op mijn kanaal te zien. Deel 2, daar kom je nog aan. Het einde van de video zie je hoe dat je deel 2 kan zien. Toch? Ik denk het wel, ja. Nou. Ik denk dat we gewoon aflevering 6 moeten afwachten. Zodat we hopen meer te weten te komen, omdat er nou nog heel veel onduidelijk is. Vergeet in ieder geval niet te subscriben, notification bel te drukken, te reageren. En ook subscribe op Creno. Ja. Dat was gezellig. En tot de volgende keer.